AOB en de Christelijke Onderwijzersbond COB hebben vanmorgen een petitie ingediend bij directeur Gracia Valies Ormskerk van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De petitionarissen vragen aandacht van minister Levens voor de stijgende brandstofprijzen en de economische situatie waarin leerkrachten verkeren. KOB-voorzitter Bernice Baron gaf aan dat onderwijsgevenden niet uitkomen. In de petitie doen ze het voorstel de brandstofprijzen terug te draaien. Als dat niet mogelijk is, vragen zij een vervoerstoelage of het gratis vervoeren van alle leerkrachten. Verder wordt er aandacht gevraagd voor het verruimen van de belastingsschijven, tandheelkundige zorg en kledingtoelagen. Ook de leden van de bond bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo zijn ontevreden en in beraad. De afkoopregeling van 5000 SRD zou de vorige week worden gestort, maar slechts de helft is overgemaakt. Het personeel is hiermee niet tevreden en zal tot 12 uur werken totdat het volledige bedrag is gestort.